Kijk, het punt is, je kan wel zeggen, het gaat om de industrie, die heeft energie nodig. Maar het gaat om de samenleving. Als wij geen energie zouden hebben, dan ontwrichten we onze samenleving, staan we zwakker tegenover Poetin. Dus je moet altijd die balans vinden met voldoende energie en tegelijkertijd zo snel mogelijk afbouwen de import van Russische energie. En kerncentrales kunnen een onderdeel zijn van de lange termijn oplossing, maar kerncentrales gaan ons niet helpen nu op de korte termijn van het Russisch gas af te komen. This invasion of your country puts Russia in direct confrontation with Europe, the international community and the rules-based world order. Every country has its own path, but the European Union future of Ukraine should never be in doubt. We are with you today, we will be with you tomorrow, and we will never, ever leave your side. Slava Ukraini! Und ich glaube auch, dass es jetzt persönlich so weit ist, dass die Regierung auch so ein bisschen angetrieben wird. Na? Da jetzt mit aufzuspringen auf diesen Zug und zu sagen, ja, wir müssen jetzt noch wehrhafter werden und müssen noch mehr Waffen kaufen und wir brauchen noch mehr Soldaten und so weiter. Also ich bin der Meinung, die sollten alle mal lieber hier hinkommen und sollten sich das alles mal hier anschauen. Diese Aufrüstung wird nur dazu führen, dass die Gegenseite auch weiter aufrüstet. Und auch wenn man jetzt der Bundeswehr 100 Milliarden Euro gibt, um neue Waffensysteme zu kaufen, neue Flugzeuge zu kaufen, das ist nicht der Weg, der ans Ziel führt. Ich zou auch best graag thuis zijn gebleven in dit geval, maar ich finde es toch heel belangrijk om de mensen die voor mij hebben gestemd te vertegenwoordigen. Dus vandaar toch maar afgereisd naar Straatsburg. Oké, dus dat gaan we dan bespreken. En we stemmen maar één keer vandaag. Ja. Om 12 uur. Only one vote. Oké. Okay. Hey. Oh, jullie dat zelf ook niet meer leuk. Ja. Ja, ik denk dat het parlement gewoon nooit bedacht heeft dat je dat een volksvertegenwoordiger ook wel eens een jonge vrouw zou kunnen zijn. Dus er is gewoon een enorm logge instelling hier die daar nu aan moet wennen. En die wel ziet dat er voorstellen zijn, maar ja, er moet kennelijk uitgevogeld worden of het allemaal wel mag en kan. Het is dus nu tijd om het parlement de 21ste eeuw in te slepen.